Gert-Jan Karsten, vandaag de competitie hervat tegen TEC. 4-1 overwinning. Ik neem aan dat je tevreden bent. Ja, nee. Ja met de uitslag. Ja met het vertoonde spel en de dominantie. Nee in de zin van nog te weinig rendement. Ja, en het smetje is toch de tegengoal. Ja, maar wel doelpunten gezien. Onder andere twee van Sargon. Eén ook afgekeurd. Ja, dat is wel lekker dat hij dan ook weer zijn doelpunt meepakt, kan ik me voorstellen. Ja, maar ja, dat is absoluut waar. En dat merk je in hem, merk je aan de groep en dat merk je aan het publiek. Maar hij speelt gewoon voor de winterstop ook een periode goed. En dan toch scoort hij niet. Ja, dan krijg je wat kritiek. En nu speelt hij weer goed en nu scoort hij wel. En dan zie je gelijk wat vertrouwen doet. Want bij de 4-0 legt hij hem dan ook nog gewoon keurig breed. Ja, iedere ander had hem er misschien zelf in gelegd. Het gaat gewoon hartstikke goed. Het is gewoon een belangrijke overwinning. De eerste wedstrijd naar de winterstop. We staan hartstikke mooi het linkerrijtje. We hebben weer een wedstrijd met veel attractie gehad. Veel doelpunten, veel kansen. Hoog tempo. Amper wat weggegeven. Dus ja, ik denk dat iedereen zeer tevreden is. En de tegenstander maakt het jullie ook niet echt moeilijk vandaag? Ja, of hebben wij gewoon heel goed gespeeld. Want GVV maakte het ons niet moeilijk. Deze tegenstander maakte het ons niet moeilijk. Sparta maakte het ons niet moeilijk. Ik wil misschien mijn eigen ploeg maar eens een keer een compliment geven. Die hebben het gewoon geweldig gedaan vandaag.